Zwieren en Zwaaien wordt mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV, Café Karel, Tuincentrum Koppelmans, De Efteling en Van Hoof Elektra. Daar zijn we dan weer met de tweede winteraflevering van Zwieren en Zwaaien. De winterbeleving hier in het centrum van Tilburg. Jazeker, Edwin. En we hebben weer heel veel leuke dingen in de uitzending zitten. Dus ik zou zeggen, veel plezier. Ja, je zal wel denken, wat krijgen we nou weer? Maar dat komt zo. Ik denk, schiet daar toch eens op, hoor ik meneer Edwin Natter zeggen. Schiet daar toch eens op. Dat gaan we nou doen. We gaan schieten bij Robin Hood. En hier staat Angela. Angela, hallo. Hallo. Jij gaat maar leren schieten. Ja. Maar dit is niet met een geweer, hè? Dit is heel bijzonder. Dit is met pijl en boog. Ja, klopt. Is dat moeilijker of hoe moet ik dat zien? Ja, het is best lastig, want je moet al met 6 pijlen krijgen en dan moet je 4 ballonnen kapot schieten. Hè? En heb je dan alle 4 de ballonnen kapot geschoten, dan mag je een prijs uitzoeken. Dus met 6 pijlen moet je 4 ballonnen? Doeling. En als dat nou niet lukt, stel ik heb er maar eentje? Nee, dan heb je helaas geen prijsje, behalve de kinderen, die hebben altijd een prijsje. Behalve de kinderen en meneer Lugul, die hebben altijd prijs. Dat is leuk om te horen. Nou, ik denk dat het niet zo moeilijk is, hè? Heeft dat dan met groot en gewicht te maken vanwege de... Ook al niet? Nee, ik heb wel een linker of rechterboog. Een linker of een rechterboog. Maar dat hangt af van welke kant je gaat schieten. Het schiet, ja. Maar wat is handigst? Als je links bent, moet je links schieten of... Ja. Logisch. Als je links bent, moet je linkshandig schieten. Dat is makkelijker om te doen natuurlijk, hè? Dan kan je maar nagaan. Bent u goed in bukken? Ja, hoezo? Nou, ik ken mezelf en dat gaat meestal niet de goede richting in. Dus ik vraag, kun je goed bukken? Oh ja hoor. Ja, dat lukt wel. Ja. Nou, zullen we het gaan proberen? Ik vind het prima. Ik krijg 6 pijlen van u, hè? En ik moet 4 ballonnen moet ik raken. Ja. Gaat u mee? Dit heeft u niet gezien. Dit heeft u niet gezien. We proberen er nog één. Nou, hij gaat steeds beter, hè? Hij gaat steeds beter. Nou, hoe kan dat nou, hè? Hij gaat er iedere keer overheen, hè? Terwijl ik richt met pijltje op ballonnetje. Dus iets klopt er niet. Dit is gemanipuleerd. Dit is gewoon gemanipuleerd. Hoe kan dat? Speciale houding, hè?
Bijna. Het scheelt maar zo'n stukje. Bijna. Speltje wil niet. Speltje wil niet. Ja. Dank je. Ja. Ja. Hey. 1, 2. Lastig veldje heb jij nou, hè? Lastig veldje zijn het, hè? Ja, 1, 2. Nou, tot de volgende keer. In de Emmapassage komen we een pop-up winkel, een kerstwinkel tegen. En ja, vertel er eens iets over. Want hoe komen jullie erop om hier met een kerstwinkel te gaan staan? Ja, heel onverwacht kwam een pandje vrij hier in de Emmapassage. En een vriend van mij die had toevallig voor 2 kerstwinkels ingekocht. En ik heb de helft van hem overgenomen. En zodoende. Dus eigenlijk helemaal toeval. En ik was een beetje aan het zoeken om iets te doen te hebben. En dat komt gelijk van de, hoe noemen ze dat, van 0 weken naar 7 op 7, noemen ze dat in België. En het zijn echt puur alleen kerstartikelen? Ja, puur alleen kerstkleding, maar je kunt ook wel buiten de kerst, ja, we hebben ook een leuke kleine cadeautjes, maar we hebben heel veel kerst. Het straalt een beetje het gevoel uit wat ik zou willen hebben in een kerstwinkel. Als ik zelf kerst ga winkelen, dan vind ik me hier wel prettig. En wat zijn de openingsdagen en tijden? 7 dagen per week. Gewoon de openingstijden van de Emmapassage. Okay. Van 10 tot 6. En hebben jullie nog een website? We hebben wel een Facebookpagina die heel goed bezocht wordt. Heel goed op gereageerd wordt. Maar we hebben nog geen webshop. Die is echt puur voor deze winkel opgezet, die pagina? Ja. Echt puur voor deze winkel. De kerstwinkel. En ja, makkelijk te vinden natuurlijk. Ja. Winterfeesten in Tilburg en omgeving. Deze aflevering over de versiering van kerstbomen en ballen in het bijzonder. Als je nu in een tuincentrum komt, zoals we hier nu zijn, word je doodgegooid met kerstballen. Deze vorm van kerstboomversiering is er in enorm veel, in oneindig veel varianten. Als je in het voorjaar of in de zomer in datzelfde tuincentrum komt, dan hebben de kerstballen plaatsgemaakt voor hele grote ballen die flink spiegelen en die als ornament in de tuin worden gezet. Deze grote ballen, die dus sterk lijken op kerstballen en die heksenballen worden genoemd, en de veel kleinere kerstballen hebben dezelfde achtergrond. Een goede kerstbal die spiegelt. Dat is het origineel. De oorspronkelijke werden kerstballen van glas gemaakt. De binnenkant werd van een laagje zilver voorzien en spiegelde daardoor tot en met.
De oorsprong van deze originele kerstbal komt uit de glasblazerij in Oost-Europa. Daar is ook de opmars van de kerstboom begonnen. Opnieuw zie je hier dus een voorbeeld van een geïmporteerde traditie. Kennen we nu de oorsprong van de kerstbal? De vraag is hoe die glasblazers op het idee kwamen om zoiets te gaan maken. Het antwoord daarop, dat zijn de heksenballen. Deze zijn dus veel ouder dan de kerstballen. Oorspronkelijke heksenballen stonden tot in de jaren 50 van de vorige eeuw nog in de roeikamers van de Brabantse boeren. Bij hen is dit gebruik het langst in stand gebleven. Museum De Vier Kwartieren in Oorschot heeft er nog voorbeelden van. Dus van originele Brabantse heksenballen, de voorlopers van de kerstballen. Heksenballen waren een vorm van bijgeloof. Men bijgeloofde dat als een heks, de verpersoonlijking van het kwaad, zichzelf in de spiegelende bal zag, zo ontzettend van haarzelf schrok dat ze wegvluchtte. Maar goed, dan is natuurlijk de vraag of heksen wel bestaan. Maar dat is weer een ander verhaal. Onze voorouders waren in ieder geval gloeiend bang voor. Vandaar de heksenballen en de spiegelende kerstballen. Houdoe. We zijn weer aanbeland bij de winterbrievenbus. En gelukkig hebben we een aantal berichten binnengehaald. Dus daar gaat de vlag. Hoor hem al. Het decor flikkert hier in elkaar, het decor. Dus heeft u een momentje voor uzelf? Kunt u even koffie schenken of de hond uitlaten, of mayonaise uit de vloerbedekking halen of bellen repareren? Kijk maar. Kunnen we dus wel een quiz doen? Tel de ballen. Hoeveel ballen ziet u? 1, 2, 3, 4. Heeft hij nog ballen? 4 was het goede antwoord. Ja. Vind je trouwens van de trui van de school, hè? Zo'n truikje. Nou, we gaan gewoon verder zonder met of zonder vlag. Maakt pret niet drukken. Zo is het. Het gaat om de inhoud, hè? Ja. Oké, okay. Nou, daar gaan we dan, hè? Eerste berichtje is van Eva. Eva. Hallo. Hallo Eva. Leuk dat jullie er dit keer ook weer bij zijn. Hopelijk kom ik jullie tegen. Zou heel leuk zijn. Want ik ga zeker ook nog naar de kermis. Ik ben er nu nog niet geweest, maar gelukkig is er nog genoeg tijd. En ja, dat klopt, want de kermisattracties zijn nog tot en met 1 januari open. Ja, tot in het nieuwe jaar. Ja. Dus wie weet, veel plezier. Kaaskop, ook blij dat we weer zijn. Dankjewel. Van het plankje, hè? Die van het plankje. Van het plankje, ja. Van het kaasplankje, ja. Dankjewel. Super rides, leuke video. Persoonlijk vind ik dat ze de winterkermis wel iets winterser mogen maken. Zoals bijvoorbeeld het winterland in Hasselt. Oh, ik dacht meer van de sneeuw, want daar hebben we genoeg van gehad. Die hebben we gehad, ja. Ja, dus winters kan ik bijna niet maken. Nee. Maar dankjewel voor het bericht. En dan hebben we nog Draak 43. Leuk filmpje was het weer. Stond bij de eerste aflevering. Het heet nu dus geen winterkermis meer, maar winterbeleving. Ja, onthoud het nou. Dat moeten we goed onthouden, ja. Ja. Het is voor ons ook even wennen. Ja. Ik zal jullie nog wel een berichtje sturen via de e-mail. Nou, zien we graag tegemoet. Dankjewel, Draak. Ja, dankjewel, Draak. En we hadden ook een aantal foto's binnengehaald, hè, John? Ja, zeker. En ook hele mooie foto's. En die laten we nu even aan u zien. Prachtige foto's zijn er binnengekomen van onder andere Fred Beugelink. Een mooie sfeerimpressie van de winter, hè? Mooi om te zien, dankjewel Fred. En ook nog een leuke foto van Maria Janssens-Stijn met Dribbel en Manu in de sneeuw. Hartstikke mooi. En Maria schrijft tegelijkertijd gezellig weer. Ik ga jullie volgen. Maria, dat ben ik voor jou inmiddels wel gewend, hè, dat volgen. Ik noem dat stolken. Is het een bekende van jou? Ja, het is een hele bekende van mij. En ze kruipt graag onder de baard van Sinterklaas, dus dat zegt genoeg, hè? Oké, okay, ja. Ik weet er niks van, maar ik geloof het wel. En nu volgt ze me hier ook al, dus ja. Dankjewel, Maya. Blijf inzenden, zou ik zeggen. Ilona die schrijft dat ze zonnig is geweest onlangs en toen was het haar verjaardag. Dus ik hoop dat je een hele leuke dag hebt gehad hier op de Tilburgse winterbeleving. Ja. Gefeliciteerd nog. Van harte gefeliciteerd. Hiep, hiep, hiep.
Hoera! Hiep, hiep, hiep. Hoera! Hiep de piep. Hoera! Zo is het. Anthony Vermeer, die schrijft ook een leuk berichtje. Dankjewel Anthony dat je schrijft. Doe de groeten trouwens aan je vader en moeder. Hij schrijft, ik kom zeker nog een keer langs. Ben erg benieuwd hoe gezellig het dit jaar zal zijn. En heeft een kleine glimp opgevangen. En was vooral onder de indruk van de reuze glijbaan. Nou, die staat hier voor bij Café Karel op de, ja, eigenlijk op midden op de heuvel. Midden op de heuvel. Kunt er niet omheen. Dus, nou, hartstikke leuk Anthony, dankjewel. Jan van Ewijk schrijft, ben inmiddels groot fan. Ga zeker kijken. Dankjewel. We hebben er weer een fan bij. Wij hebben er weer een bij, dankjewel. We hebben het weer goed gedaan. Ja, zo is het. Dankjewel, Jan. Patrick Vischers, dat is al een oude bekende van ons. Die is al eventjes fan. En die schrijft, leuk begin alweer. Geweldig gedaan. Dankjewel. Dankjewel. En dan de laatste voor vandaag is Chefke Plekplot. Chefke. 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 En die schrijft, leuk jullie gezien te hebben bij de opening van de Tilburgse winterkermis. Daar gaan we weer, het is winterbeleving. Winterbeleving. En dan stonden we ook nog eens naast elkaar te filmen. Wie weet komen we elkaar nog ergens tegen op de winterkermis. Dat zou zomaar kunnen. Winterbeleving. Winterbeleving, ja. Maar. En dan gaat hij verder als Chefke Plekplot, want dan schrijft hij, voor nou, Halle van Chefke Plekplot. En doe net als men, ik trek mij deze weer maar een gebraaide onderbroek aan, want je weet toch hoe koud het is, waar? PS, mijn filmpjes staan ook weer online. Nou, we gaan ze zeker bekijken, Chefke Plekplot, en succes met de opnames verder. Hij heeft wel gelijk, hè? Het is wel koud. Ja, maar je wilt niet weten wat voor onderbroek ik aan heb. Nee, dat hoef ik niet te weten. Ik heb er geen last van. Nou, goed zo, mooi zo, hou zo. Gaan we verder met het programma. Veel plezier. Tijdens de wintermaanden is het kinderspoor omgedoopt in langlaufbaan het hijgend hert. Waar je, zoals de naam al doet vermoeden, kunt langlaufen. Tilburg is een echte kermisstad, dus eigenlijk is het maar normaal dat er tijdens de winter ook een aantal kermisattracties in het centrum staan. Maar wat mag er dan echt niet ontbreken op zo'n winterkermis? Oh jeetje, ik denk glühwein. Ja, maar lekker. Dat is wel ergens te krijgen, denk ik. Ik denk het ook wel. Daar heeft u wel trek in. Nou, dus wel hoor. Ja hoor. Oliebollen. Oliebollen, ja. Nou, die zijn er. Hebben jullie er al op? Nee, nog niet. Maar die komen er nog wel, dat komt nog wel. Ja, dat komt. Ja. Ja, gezelligheid en oliebollen. Ik weet niet, maar ik ga altijd oliebollen halen op de kermis in de winter. Lekker. Ja. En volgens jou? Leuke achtbanen vooral. Niet ontbreken op een winterkermis. De kermis? En waar denkt u dan aan? Aan de attracties of? Verlichting. Die attracties, ja. Leuke restaurantjes mee verlicht. Draaimolen. Die is er gelukkig. Ja, die hoort erbij. Ja. Gaan jullie daar dan ook nog in? Nee, veel te koud voor de kermis. Tilburgers. Dat zou wel leuk zijn, hè? Dat zou wel goed zijn, ja. Zo gezellig. And you speak English? Yes. How do you like the fun fair? That's nice, yes. Yeah. You been in any of the rides? No, not yet. We gaan zo naar de kamelenrace. Ja, ja, ja. Kijken hoe dat eruit ziet. Dus, Dan wens ik jullie veel plezier. Dank u wel. Dit was de tweede aflevering van Zwieren en Zwaaien.
wintereditie. Nou, we hebben er zin aan om richting de kerst op aan te gaan, want daar draait het uiteindelijk allemaal om. De sfeer zit in ieder geval goed in. Dus blijf kijken, blijf e-mailen vooral, zodat we voldoende materiaal hebben voor in de mailbox. Het kan ook de kerstgroeten zijn of de nieuwjaarsgroet. Maakt niet uit, alles is welkom, Edwin. Alles is welkom en we zien jullie graag de volgende keer weer. Tot dan. Daar zijn we dan weer met de tweede winteraflevering van Zwieren en Zwaaien. Ja. Ja, ja. Daar moeten we het mee doen, hè. We moeten er iets van maken. We weten het nou al niet meer, hoor. Is het de tweede alweer? En dan is het toch. We gaan de tijd snel. We gaan zo snel, hè. Oh, gaat het zo snel, ja. Is dat nieuwjaar geweest, of niet? Nee, dat komt nog, dat komt nog. Oh. Daar eindigen we dit jaar mee. Oké, want we zijn andersom begonnen. Dus we zijn eigenlijk met het nieuwjaar begonnen. Ja, helemaal nergens. Nee, en dan gaan we terugwerkende kracht. Dus we moeten eventjes ons hoofd doen alsof het nu nog kerst moet zijn. Dat is al lang geweest, maar jullie kijken nu eigenlijk naar de aflevering die 2018 is opgenomen. Dat is knap, hè? Ik kan het niet meer volgen, hoor. Hij kan dat allemaal, die Edwin. Hij kan zo goed mee monteren. Dus je kijkt nou naar de aflevering 2018 is opgenomen. Dan kijk je nu voor de kerst 2017 nog terug. Veel kijkplezier. Zwieren en Zwaaien werd mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV, Café Karel, Tuincentrum Koppelmans, De Efteling en Van Hoof Elektra.